Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben Rick. En ik ben Jesper. En vandaag gaan we trampolines stapelen. Oké mensen, welkom dus weer bij een nieuwe video. Ja, vandaag gaan we dus trampolines stapelen. Ja, en wat de bedoeling is, we hebben in totaal 6 trampolines. 6. Oh, 6. En die gaan we 3, 2, 1 en dan zwembad. Dus ja, pak hem even. Ja, daar hebben we vorig jaar ook nog een keer gedaan. Ja, dit is wel zomer, dus dan gaan we gewoon nog een keer doen. Ja. Ja, gisteren hadden we ook een video opgenomen. We wilden een duct tape zwembad gaan maken, alleen het is niet gelukt. We hebben de hele dag aan gebund, maar grip video. Dus nou gaan we weer een leuke video maken, dus let's go. Maar eerst moeten we deze trampoline hier staat bij mij naar Jesper. Dus dat wordt ook nog wel aardig, dus. Verder. Jongens, de damp staat even op land. Dachten, lijf voor de shots. Eraf jagen. Ik denk dat ik wel schroefje eraf kan. Zo! Contra eraf. Jullie niet? Ja. Lekker. Dat is lekker. Oké, we gaan wel door. Nee, nog één. Lekker. Oké jongens, we zijn nu bij mij aangekomen. We hebben een heel avontuur afgelegd over het land. Nu moeten we deze nog hier overdekken. Dit is nog iets hoger hek, maar we gaan gewoon gaan jagen. Ja, de 6e trampo, als we deze klaar hebben, dan hebben ze allemaal opgebouwd en dan moeten ze nog niet even zetten. Dus joe. Na lang werk is de trampo opgebouwd. We hebben ook plankjes gepakt. Hiermee gaan we ze stapelen, dat die beter blijft staan. En nu gaan we alles goed zetten. Oké mensen, alles staat. We kunnen beginnen met de edit. En wat hebben we er zin in? Ja, eindelijk hebben we het staan. Yes! Alleen de derde staat niet zo stevig. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Als we eraf vallen, krijgen we views. Juist, dus we gaan nu beginnen met de edit. The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs we've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Oh, ik kan niet meer bewegen, echt niet. Ik kan echt niks meer. Dit is als gewoon pijn als ik gewoon zit. Ik kwam echt verkeerd neer met mijn hoofd ofzo. Of ja, ik weet niet precies wat er gebeurde eigenlijk, maar... Ja, rechts in mijn nek, half schouder. Ik kan helemaal niet meer naar rechts kijken, dat doet echt heel veel pijn. Ja, het doet eigenlijk de hele tijd pijn. Dus meer tussen de nek en schouder in, maar meer de nek. En als ik loop, doet dat pijn. Oké, top. Ja, half 4 door. Kut zo.
jongens. Het is een whiplash. Dit verrekt pijn, echt. En nu moet ik alleen maar pillen slikken en zware pinnen. Vergelijk maar met ecstasy en zo. Maar ja, dit is het einde van de video, want dan kun ik niks meer. We geven daar qua samenvatting, nou gaan we eerst naar huis. Ja jongens, zitten we dan? Nou, vertel maar wat er gebeurd is. Ja, ik weet eigenlijk niet wat er gebeurd is, maar het was eigenlijk een simpele deuk. Ik denk dat je op de beelden niet echt iets raars kan zien. Nee. Ik dacht ook gewoon, ik keek zo naar de camera. En daarna kreeg ik een enkele last hier van mijn nek. En ja, ik dacht, eerst dacht ik, ja, het zal overgaan. Maar dat is steeds erger. Ik kon echt niks meer bewegen. Ja, ik kan naar links kan ik bewegen, maar naar rechts. Beter binnen links dan helemaal niks meer. Toen zijn we naar de dokter gegaan dus. En die zei dat het waarschijnlijk een soort van whiplash was. Ja, dit was het de video. Wat een kut einde. We wouden nog een challenge gaan doen en alles. En doe dat een andere keer. Ja, doe dat een andere keer. Ja, dit was de video dus. Dus ja, doe een blauw duimpje omhoog. Reageer onder hoe niks valt. Hashtag Riprik. Ja, hashtag Riprik in de comments. En dan zien we jullie de volgende keer wel weer. Ja. En dan hoop ik dat het beter gaat. Want anders kan ik daar alles alleen gaan doen.